Waarin is een heerlijk zomerzonnetje, behoorlijk wat mensen op de tribune en weer lekker op het veld. Dat moet een goed gevoel geven. Ja, het was gezellig druk op de tribune. Wat belangstelling, wat supporters die voor wat gezellige sfeer zorgden. Pers. Ja, en weer lekker op het veld samen. Dat was best wel weer even geleden natuurlijk. Best lang vrij gehad na Fortuna. Dus eigenlijk naar Volendam natuurlijk, maar Fortuna, daar ging het om. Maar ja, het was wel heel lekker om weer op het veld te staan. En heb je tijdens de vakantie ongetwijfeld teruggedacht aan het afgelopen seizoen? Wat is je het meest bijgebleven? Ja, toch wel trots dat we het gehaald hebben met z'n allen. De samenhorigheid van de club met elkaar, die deed me erg goed. Dus, vooral die twee dingen. Ja, en dan staat er een nieuw seizoen op het punt van beginnen. En dan heb je een hele leuke groep waar je het seizoen mee afsluit. Dan moet je het nieuwe seizoen weer opnieuw beginnen. Dat lijkt me ook wel heel frustrerend. Ja, dat is best wel eens moeilijk. Zeker omdat we al een tijdje bezig zijn met gesprekken en met spelers. En dan, ja, dan begin je de eerste training en dan zijn er eigenlijk nog geen nieuwe spelers. Dus dat is wel ja, frustrerend. Aan de andere kant, ja, het hoort er ook bij Excelsior. Maar ik had eerlijk gezegd al gehoopt op basis van de laatste 2 jaar met de prestaties dat het wat makkelijker zou zijn om spelers aan te trekken. Nou, dat is nog niet gelukt, maar ja... Gelukkig ook nog wel een aantal vaste kern die er nog wel zijn en die weten wat er gevraagd wordt. Ja, want dat lijkt me wel een groot voordeel als je met veel jongens begint die weten wat er wordt gevraagd. Ja, nee, dat maakt het eigenlijk wel veel makkelijker. Want alles is bekend, de manier van trainen, de intensiteit die gevraagd wordt, de oefeningen zijn bekend. Dus dat, ja, dat was eigenlijk alleen wat nieuw gezicht in de staf hè, met Michel en Nio, de nieuwe videoanalist. Dus nee, het was wel een goede eerste training, vond ik het. Ja, het voordeel daarvan is dat de verrassingen, dus de nieuwe spelers, die komen dan in de komende weken als het goed is. Ja, dat hopen we wel natuurlijk. We zijn druk bezig, al een tijdje samen met Nieuws veel gesprekken gevoerd met spelers. En, ja, het is altijd een beetje moeilijk inschatten wanneer iets lukt of niet. Het verandert echt per dag. Morgen kan het helemaal weer anders zijn, positief of negatief. Dus ja, in die fase zitten we. Maar we hebben ook geduld. We zetten ook hoog in, omdat ja, we weten dat we, als we wat geduld hebben, wat betere spelers kunnen halen kwalitatief gezien dan we nu al bepaalde spelers binnen willen halen. Ja, het nadeel ervan is dat we net als vorig jaar dan spelers binnenkrijgen die eerst opgetraind moeten worden. Ja, dat kan. Een aantal jongens zijn natuurlijk ook al bezig bij hun eigen club. We proberen nog steeds, zeker ook een aantal jongens die vorig jaar gehuurd hadden, dit seizoen binnen te halen. Dus die zijn alweer gestart bij de eigen club, dus die lopen geen achterstand op. Natuurlijk, je wil zo snel mogelijk volledig zijn, maar ja, dat is helemaal een utopie. Daar hebben we heel veel ploegen mee te maken. Dus we moeten gewoon handelen naar wat we hebben. Ja, we misten ook nog een aantal jongens op het veld. Sibe, Redouan. Ja, Sibe heeft een paar dagen extra gekregen van mij. Dan kon hij met zijn vriendin op vakantie. Dus dat was een privé-reden. Redouan was helaas licht geblesseerd, dus die zal deze week denk ik niet mee trainen. En SWIPE, die is natuurlijk op pad met Marokko. Ja, klopt. Daar heb ik vaak contact mee. Die heeft het erg naar zijn zin. Speelt niet superveel, maar wel zijn minuten hier en daar. Die spelen woensdagavond halve finale. Als ze die winnen, dan hebben ze Olympische Spelen verzekerd ticket. Dan spelen ze sowieso zaterdag of finale of derde, vierde plek. Dan gaat hij nog minimaal een week vrij krijgen van me. Dus dat gaat nog even duren voordat we hem zien. Ja, het voordeel voor een aantal jongens van het feit dat de groep zo klein is, in dit geval de jeugdspelers, is dat die zich weer mogen bewijzen. Ja, dat is ook van oudsher altijd wel de bedoeling. Een aantal jongens mee laten trainen. Nu is het ook een beetje min of meer noodzakelijk om een volwaardige trainingsgroep te hebben. Dus goed voor hun om zich te laten zien de komende, sowieso deze week, gaan ook zaterdag minuten maken in de wedstrijd. Dus dat zijn hele mooie kansen. Ze waren gretig vandaag, dus dat zag er goed uit. Ja, wat even over de voorbereiding. Je begint ja, met oefentegenstanders best wel gelijk goed. Ja, onder 21 staat Jacques de Donets, wacht ik op een bepaald niveau. Volgende week gaan we naar Luzern. Die uitnodiging kwam voorbij en die vond ik te mooi om te laten lopen daarheen. Voor hun de laatste wedstrijd voordat de competitie begint. Dus een stadionwedstrijd. Dus we vliegen daar vrijdag heen en zondag weer terug. Dus ik denk voor ons ook voor in een stukje teambuilding en inspiratie opdoen aan een ander land. Dus dat was een hele mooie uitnodiging die we met beide handen hebben aangegrepen. Maar ja, het is wel een mooie pittige wedstrijd gelijk. Is wel een goede manier om de groep gelijk op scherp te zetten. Ja, nee, maar dat is wel mooi om daar te zien. Hartstikke mooi daar in Zwitserland. Nou, best wel een grote club. Dus daar mogen we trots op zijn dat Excelsior daarvoor uitgenodigd is. Hun betalen alle kosten. Dus ja, dat zijn wel van die cadeautjes die je moet uitpakken.